De financieel-economische crisis is voorbij en er is sprake van financieel-economische stabiliteit. De grootste uitdaging voor de komende tijd is om de economische groei zodanig te stimuleren dat de inkomsten toenemen en de lonen omhoog gaan, waardoor de koopkracht weer toeneemt. Daarnaast moet de inflatie beteugeld worden. Verder komt er dit jaar een omslag van 1,8% in de economische groei. Woorden van president Chandrika Prasad Santokhi gisteren op de nieuwjaarsreceptie van de Vereniging van Economisten, de VES. Santokhi zegt dat de periode van plannen voorbij is en dat het nu tijd is voor het implementeren van de projecten en maatregelen. In de regeringsraad van 12 januari jongstleden zijn een aantal besluiten hierover genomen. Er zijn 12 trajecten en beleidsdomeinen voor de verdere verbetering van de sociaal-economische situatie geïdentificeerd, waarvan een aantal ook is uitgezet. Te weten, herstelplan, uitvoering, IMF-programma, tripartiet akkoord, NRR-traject, namelijk uitvoeren van een strategisch plan, uitvoeren van investerings- en ontwikkelingsprojecten. En wij hebben als regering 85 projecten geïdentificeerd voor de verschillende sectoren. Uitvoeren van het sociaal programma, inclusief het sociaal vangnetprogramma. Uitvoeren van het COVID-19 programma en strategie. Management en strategie voor parastatale bedrijven, waarvan de eerste presentatie al geweest is. Van welke van die parastatale bedrijven verder verbeterd moeten worden, geprofessionaliseerd zal moeten worden. Maar ook die bedrijven die onder een vergrootglas gaan, waarover we besluiten moeten nemen als regering. De overige projecten en maatregelen zijn op de gebieden veiligheid, klimaatverandering, integrale aanpak, ontwikkeling binnenland en dienstverlening naar de samenleving. Voor deze domeinen zullen er onderraden worden ingesteld die rechtstreeks vallen onder het staatshoofd. Een heet hangijzer is de invulling van local content voor de olie- en gasindustrie. Er komt in februari een geüpdate versie van de investeringswet, waarin onder andere het beleid ten aanzien van local content aan de orde komt. Met betrekking tot het local content is er reeds veel voorwerk verricht door een werkgroep van het ministerie van Buitenlandse Zaken, samen met bedrijfsleven en staatsolie. Wij leren veel van wat in Guyana gebeurt, maar nemen ook de ervaringen van andere landen mee, zoals die in Afrika. Men is in zover om een brede maatschappelijke discussie met relevante stakeholders te hebben en hun visie mee te nemen in het finale rapport dat aangeboden zal worden aan de regering met betrekking tot het local content beleid. En ik ben verheugd u aan te kondigen vandaag dat een stakeholder seminar in dit gebouw zal plaatsvinden en wel op 12 februari aanstaande. President Santokhi noemde nog tal van maatregelen die dit jaar het leven van de burger moeten verbeteren. Ook aan de sociaal zwakkeren wordt gedacht. In onze nieuwsuitzending van morgen komen we hierop terug.